Goedenavond. Daar waren we weer. Dat is al een tijdje geleden voor mij. En ik ga vanavond lekker live met het Playwood van Studio Light. Ik zal even deze drom weg, anders dan zit hij steeds in beeld. Nou. Volgens mij ken het zo wel. Playwood. Nou, ik dacht eerst dat het P-L-A-I-wood was. Dus play. Maar het is dus P-L Griekse I-wood. Oftewel hout om mee te spelen, vind ik het. Ja, daar zijn nu 4 nieuwe setjes van uit. En het is heel mooi dun. Ja, noem het eens triplex, denk ik. Even kijken wat het... weet ik, kan ik zo niet vinden. Maar in elk geval hout om mee te spelen. Ik zal even de 4 nieuwe setjes laten zien. Het zijn dus een soort van kijkkastjes die je zelf in elkaar moet bouwen van hout. Nou, dit is de eerste die ik laat zien. Dat is nummertje PWSL16. Dat is met open dennen, wat edelherten of hoe je ze noemt. Achtergrond met een Oostenrijks dorpje in de sneeuw, een huisje. Dan is er één die heeft huisjes, bomen, wat sterretjes. Zo'n leuke auto met zo'n kerstboom op dak, wat je nou heel veel ziet. Een sneeuwpopje. Dat is set PWSL15. Dan hebben we een met een punt. Dat is echt een huisje weer. Met een setje erin van 3, ja, noem het maar, Amsterdamse huisjes. Een kerkje, een bruggetje, een boompje, mensen. Ook weer een hele leuke. En deze is leeg, want die heb ik al gemaakt. Die staat in de winkel. En het is er een met een hertje, een Oostenrijks huisje, wat boompjes. Nou, en alles is dus van hout. En je kan het bewerken met allerlei producten, verfjes, rijspapier, wat je maar mooi vindt. Dus deze kan ik niet meer maken. Die is al klaar, die ligt in de winkel. Dan moet ik even kiezen welke als ik ga maken. En ik neem gewoon die met de huisjes en het kerkje. Nou, die gaan we even uitpakken. En dan zal je zien dat er, als het goed is, een paar platen uitkomen. Een vakje verder. Nou, als het goed is, komen ze eruit. Ja. Even kijken of er niks meer in zit. En daar komt dus uit een frame aan de voorzijde. Dan zit er een plateautje in waar je alles op kan bouwen. Wat kosten ze? Goeie vraag. Uit mijn hoofd zeg ik 16, maar ga ik even spieken. Dat is Studio Lights. En dan moet ik even kijken bij de P van Playwood. I-K-L-M-N. Ja, dat heb ik dus mooi van tevoren niet opgezocht. Ik zie het helemaal niet staan. Paper Planners. Oh ja, MDF pakket Playwood. Nou, er zijn nog meer soorten. Er zijn nog wat soorten van die vorig jaar uitgekomen zijn. Deze setjes die kosten €7,95. Nou, dan zat ik dus helemaal mis met mijn €15. Ik heb denk ik wat anders in mijn hoofd. Goed, voorkant. Een treetje om het in te plaatsen. Dan een achterkant. De zijkanten. En alle elementjes die je dus in het framepje gaat bouwen. Dus dat zijn die kerkjes, die mensjes, die huisjes en alles. Nou, de vorige heb ik... in blank gelaten. Daar heb ik dus niks mee gedaan.
Maar ik vond het wel leuk om er ook eentje te gaan, nou ja, noem het maar even, versieren met inkt en dat soort dingen. Of inkt met de verfjes en dat soort toestanden. De voorkant, die laat ik even voor wat het is. Dat komt straks. Eerst ga ik de zijkanten bouwen en de bodem. En wat je dan moet doen is, die zijkanten, die moeten dus uit dat hout. Nou, het beste kun je dan even met een mesje die hele kleine puntjes waar die nog aan vast zit, die duw je iets met een mesje in. Want als je hem gaat breken, dan wil het nog wel eens gebeuren dat er een stukje van je hout afsplijt. En dat is natuurlijk erg jammer. Dus ik tik gewoon met een mesje die, oh hier nog twee, die hele kleine verbindingstukjes, die snij ik even open. Of dat duw ik gewoon iets in. Oh, daar zitten er ook nog wat. Aan de zijkant zitten er dus ook nog twee. En je duwt eigenlijk gewoon met een mesje, kan met allerlei mesjes, duw je die zijkantjes open. Nou, dan haal je die uit het framepje. Nou, kom op. Zo. Die kant weg. En dan heb je vier onderdelen. Dat zijn de zijkantjes, de onder- en de bovenkant. En er zitten dus ook twee maten aan. Twee kortere en twee langere. Nou, de kortere is boven en onder en de langere zijn voor de zijkant. Nou, die moeten in dit framepje in de achterkant. Die komen dus hier zo in. Even kijken of ik nou de goede lengte bij de goede kanten heb bedacht. Maar de vorige was dat tenminste wel zo. Ja, zo moet het erin. Nou, dat gaan we even lijmen. Het blauwe mesje, oh, dat is nog een oudje van Prima Marketing. Ik weet eigenlijk helemaal niet of die nog wel bestaan. Zou je even in de webwinkel moeten kijken bij Tools of die daar nog bij staat. Maar die pak ik zo even uit mijn bakje. Dus toevallig dat ik die eruit pik. Nou, ik doe met een beetje, met zo'n mini flesje, doe ik aan de zijkant van die uitsteeksels. Daar doe ik een beetje lijm op. En dan duw ik hem in die gaatjes. En het hoeft niet eens zo heel veel. En aan de kopse kant doe ik ook wat. Want dan moet natuurlijk die bovenkant weer tegenaan komen. Zo. Oh, comfort knife heet die. Nou, kijk eens aan. Hulp is dichtbij. Ik weet alleen dat die van Prima Marketing volgens mij is. En de rest, ja, comfort knife, die bestaat volgens mij nog wel. En het is echt een comfort knife. Hij is heel comfortabel. Nou, ondertussen lijm ik gewoon even al die delen in elkaar. Dus ook de kopse kanten, die krijgen een beetje lijm. Ik doe dat gewoon met de Dutch Doobadoo lijm. Werkt prima. En het framepje heb ik nu dus zover, althans de zijkanten. Dan doe ik er even een elastiekje om. Althans, dat was mijn bedoeling. Maar het elastiekje is, oh ja, ik wil zeggen, die is even weg. Dan kan het drogen. En ondertussen kan ik dan wat anders gaan doen. En nou doet hij dus mooi die zijkantjes even tegen elkaar. En dan leggen we deze even aan de kant. Want nou wil ik deze gebruiken. Alhoewel, ik zit nou wel even te denken om die toch eerst even die binnenkant te doen. Ja, dan kan dat ook meteen drogen. Dat is wel een goed idee, denk ik. Dus ik ga de binnenkant ga ik verven. En dat ga ik doen met Cadence. Nou wil ik eigenlijk mijn snijmaat weg gaan halen, maar... Nee, nou ja, die kan ook wel blijven liggen. Het zal wel goed komen. Ik zal proberen niet zoveel te knoeien. Even kijken. Cadence. Een beetje lichtblauw.
dacht ik zo. Even kijken. Dit is de H036 Mavi. Nou, ik moet zeggen, ik heb zelf de kleurenkaarten gemaakt. Maar ik heb er nog geen één klaar voor mezelf. Maar ja, ik ga een kersthuisje maken met Playwood. Nou, ik doe even buiten beeld op een craftsheet wat van die blauwe verf. Even schudden. Er mag ook iets meer bij, want het is best wel een groot doosje. Even kijken, een penseeltje erbij. Nou. En dan ga ik die binnenkant ga ik een beetje blauw verven. Want ik vind dat wel een beetje een idee van een lucht. Toch? En je kan het natuurlijk ook helemaal in het wit maken. Je kan hem in het hout laten. Je kan er net mee doen wat je zelf wil. Nou heb ik al wel de kopse kant geraakt. Maar goed, maakt niet zoveel uit. Komt ook wel weer goed straks. Nou, zoals je ziet, het verft heel makkelijk. Ik moet hem even iets draaien, want anders dan zie ik niet waar ik ben. Dus de binnenkant wordt gewoon lichtblauw. Althans, deze. De andere krijgen vast weer een ander kleurtje van mij. Maar voor nu wordt dit lichtblauw. Even goed in de hoekjes duwen. Zo, nou hebben we alles. Oh nee, deze kant nog. Even kijken, daar nog. Nou, en er zijn ook nog lampjes bij verkrijgbaar. Maar deze muts heeft vergeten om de lampjes mee te nemen. Dus ik heb helaas geen verlichting erin. Tenzij ik hier nog een strengetje heb liggen van die andere. Even spieken, want dan kunnen we er ook nog verlichting in doen. Nou, rommel. Nee. Helaas. Ik had gehoopt dat hier nog zo'n strengeltje verlichting lag. Maar dat is er dus ook bij te krijgen. Volgens het voorbeeld kan je zien bij Dini Sprakel. Die heeft er wat, daar zitten lampjes in. Maar bij mij komen ze dan later even erin. Ik zie wel dat ik nog een stukje blauw vergeten ben. Dus ik moet een klein beetje bijverven. Zo, daar moest nog iets. En daar nog iets. Ja, nou, hartstikke flat zeiden we dan. Hè? Ja, het bovenste plankje was ietsjes verschoven. Dus vandaar dat we er even weer een beetje verf op doen. Nou, dit gaat even drogen. Zoals ik al zei, ik heb hier naast me even een stukje craftsheet neergelegd om de verf even op te doen. Dus ik ben een beetje uit beeld ook bezig. Dan heb ik al die onderdeeltjes. Nou, zoals ik al zei, er zitten allemaal kleine verbindingstukjes aan. En die moet je eigenlijk allemaal even doorsnijden. Dus ik heb ook maar één uitgezocht waar niet zo heel veel onderdelen in zitten. Want anders ben ik natuurlijk heel lang aan het prikken met die met die verbindingstukjes. Want je moet ze echt wel mooi doorsnijden. Want anders krijg je echt rafeltjes. Nou, dit zijn ook weer leuke stukjes die we straks nodig zijn om de huisjes en de poppetjes en de figuurtjes die erbij zitten, die moeten daarin. En ik zal voor vanavond de hele kleine sterretjes even nog laten zitten, want dat kennen jullie wel hoe dat het allemaal zo gaat. Maar de grotere delen, die ga ik er allemaal wel even uithalen. Nou, ik had dit natuurlijk ook voor die tijd kunnen doen. Maar nu kunnen jullie mooi alles zien van begin tot eind. Hoe zoiets werkt. En ik had er natuurlijk ook al wel vast een paar kunnen doen.
Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ga lekker vanavond alles in beeld samen met jullie doen. Even kijken, waar zit die vast? Daar. Het zijn maar hele kleine strookjes, verbindingstukjes. Dus je moet soms echt even zoeken waar ze zitten. Het wordt natuurlijk, denk ik, gelaserd. Met een laser zullen ze deze wel branden. Dus dat kunnen ze heel klein allemaal laten. Allemaal weer technieken waar je u tegen zegt. Echt, ja, je zou het ook eventueel met de kinderen kunnen doen. Ja, als je een beetje knutselige kinderen hebt, dan komt dat vast goed. Nou, de kerk ligt er al bijna uit. Oh, hier nog. Die zit ook maar. Ze zitten eigenlijk maar met een paar kleine dingetjes vast. Maar want als ze dat niet doen, dan ligt alles los in de verpakking. En dan is er weer wat kwijt. Of de mensen krijgen niet alles in huis. Dus het moet wel iets vast om het goed te vervoeren en alle onderdelen bij iedereen aan te krijgen. Nou, ik ben inmiddels al mooi blauw, zie ik. Ik ben nog maar net begonnen. Nou ja, doe ik mijn naam eer aan, hè? Ja, en deze moet ik allemaal hebben, want anders kan ik de figuurtjes er niet in plaatsen. Nou, even kijken. Nog één boompje. En waar zit die nog vast? Even kijken. Hier zie ik volgens mij iets. En daar. Dacht ik. Ja, daar gaat hij. Nou, en dan zitten er dus nog kleine sterretjes in. Maar die laten we dan maar even zitten. Die plak ik er later wel een keer op. Nou, ik heb nu dus allemaal onderdelen. Waar ik de eerste keer zelf de mist mee inging, is de onderdelen zijn dus ook gelaserd met raamkozijntjes en deurtjes. Want ik had de eerste had ik dus al zo. Ik denk, hey, hoe kan dat nou? Op het plaatje zit er een deur in. Dus toen draaide ik hem om. Ik denk, oh ja, er zit dus twee kanten aan. Gaan we dit in een uur doen? Nou, ik ga mijn best doen. Ik hoop dat ik een heel eind kom. Dus ik leg even de plaatjes de goede kant op. Dat ik erin ga. Kijk, dit boompje ook. Dat is dus mooi gelaserd. Gebrand. En aan de achterkant is het dus blanco. Dan al die pootjes noem ik het maar even. En dan ben ik nu mijn rekje nodig. Want daar moet je alles op inzetten, zeg maar. En wil je nou zo'n houtje daarin zetten, dan valt hij er dus dwars doorheen. En daar zijn dus die verbindingstukjes voor. Ik schuif deze even naar boven. Je kan het natuurlijk exact volgens het plaatje doen. Oh, jullie zijn weg. Even kijken, waar zijn jullie? Ik heb iets aangeraakt en nou zijn jullie weg. Oké, hier. Ja, een raar beeld. Ja, ik zag het ook. Ik denk dat hij even de focus kwijt was. Goed, dit framepje. Daar ga ik dus die dingetjes allemaal inbouwen. Dus het is even passen welk houdertje als om het figuurtje past. Nou, deze hoort dus bij het kerkje. Deze, die past om dit huisje. Deze past bij dit huisje. Nou, dan zal deze wel bij dit huisje passen, ja. Dan heb ik nog een wandelend stelletje. Die passen daarin. Dan weet ik in elk geval welke als waar bij moeten. Dat kleintje, dat past in zo'n kleintje. Dan past dit niet. Dan moet die daarin. Het is wel handig om dit even voor die tijd te doen. En dan hebben we nog een brug. Als het goed is, twee grote. En één kleinere.
Het klopt, ik heb alle onderdelen. Dus ik kan nu beginnen. Ik ga deze, die ga ik gewoon in de witte gesso zetten. Even kijken. Mijn kwast even een beetje uitspoelen. Dat het blauwe draf is. En dan gaan we gewoon lekker verder met het witte. Ik pak gewoon even een stukje keukenpapier eronder. Kan natuurlijk ook. Zo. Nou, die zet ik in de witte gesso. Want dat is mijn bodem. En daar komt straks, wil ik daar nog sneeuw op doen. Dus als die al een beetje wit is, is het helemaal in orde. Zorg er wel voor dat dus die openingen open blijven. Want daar moeten de figuurtjes in. Nou, deze gaan we even een beetje drogen. Dat is zo klaar met zo'n heat tool. Zo. Nou, daar zit. Dan gaan we eens even kijken. Dan ga ik de huisjes. Ga ik even kijken aan de achterkant. Ja, dat komt denk ik wel. Nou, het huisje krijgt ook een kleur. Maar ik ga eerst nu dat kleine staandetje, zeg maar, ga ik aan het huisje plakken. Nou, ik doe dat ook gewoon weer met Dutch Doobedoelijm. Het kan ook heel goed met een lijmpistool. Dat gaat ook prima. Maar dan moet je wel wat sneller werken. Nou, als je nu die houtjes eraan doet, dan zorg je ervoor dat die aan de onderkant iets te doorheen komt. Dat komt dan straks weer in je frame te staan. Ik had hem natuurlijk ook eerst kunnen schilderen en dan in het framepje. Kan natuurlijk ook nog. Dan hoef ik niet steeds te drogen. Ik ga hem een klein beetje drogen van de lijn. Dus ik hoop dat het goed gaat. Je zou dit eventueel ook nog wel met een hard sealer kunnen doen of met Mod Podge. Ik denk dat dat ook wel lukt. Als het maar plakt. Nou, dat huisje, dat krijgt ook gezellig een kleurtje. En het lijken wel een beetje Amsterdamse huisjes. Dus ik zit eraan te denken om die een beetje, ja, wat zullen we eens doen? Om die toch wat verschillende kleurtjes te geven. Dat is misschien wel heel erg leuk. Misschien ook wel niet. En misschien ook wel. Ik heb geen idee. Ik ga het gewoon doen. Nou, ik heb hier de, ja, spreek het eens uit. Asik Sari, oftewel light yellow, oftewel lichtgeel. Daarmee ga ik een van de huisjes schilderen. En je kan natuurlijk ook zeggen van ik wil die raampjes allemaal nog mooi houden zoals ze zijn. Dan moet je even zien dat je heel dun schildert. Ja, bedoel ik daar nou mee te zeggen? Dat je die brandlijntjes, als je die wil houden, dan moet je heel dun schilderen. Maar goed, dat hoeft voor mij niet per se. Ik wil hem gewoon geel. En je kan natuurlijk ook nog de raampjes een andere kleur geven. Dat je echt kozijntjes krijgt. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar dat ga ik nu allemaal niet doen. Maar het kan allemaal wel. Gewoon lekker je eigen fantasie erop loslaten. Nou, kijk, zoals je ziet, als je niet te dik verft, dan blijf je dus die naadjes van de, van de kozijntjes, die blijf je nog wel zien. Nou, de achterkant hoeft niet. De zijkant doe ik wel een beetje. Want hij komt natuurlijk een beetje aan de zijkant te staan, dus dan zie je dat wel iets. En je kan ook zeggen van ik geef hem een rood dakje. Alles kan. Maar op een of andere manier wil ik hem een beetje rustig houden, maar toch wel geverfd. En het droogt heel snel. Dus ik kan hem
eigenlijk best snel weer met mijn handen zo aanpakken. Nou, dat is één. Dan het framepje. En dan ga ik hem daarin lijmen. Ja, ik zit te denken om toch mijn lijmpistool te doen. Maar ach nee, ik doe het gewoon met de lijm. We hebben ook wat tijd dat het even droogt. Je lijmt dan de onderkant van dat framepje wat je er omheen hebt gedaan. Daar doe je lijm op. En je doet lijm op dat kleine uitstekende stukje. De onderkant van je huisje, zeg maar, die hoeft niet, want die steek je door die bodem. En dan zet ik hem rechts achter in de hoek. Daar komt het eerste huisje te staan. Nou, die kan nou mooi drogen. Ik zie wel dat hij nog een klein beetje verf op zijn dak kan gebruiken. Dus even een beetje bijwerken. Natuurlijk net iets te dun gedaan. Ja, op zich is het ook niet zo heel erg, want er komt straks nog weer iets overheen. Althans, dat was mijn bedoeling. Dan even kijken. Nou, ik maak hem gewoon net als op de verpakking. Wat maakt het ook uit? Dan hebben we het trappenhuisje. Het trappenhuisje krijgt ook een kleurtje. Ik ga voor de mokka. Even een beetje schudden. Is die al eens open geweest? Ja, dus die. De mokka kunnen we ook zo gebruiken. Nou schilder ik hem eerst en dan zal ik hem dan in het framepje doen. Niet te dik, zeg maar. Anders kruipt alles in die leuke uitgelezen kozijntjes. Heel lichtjes een beetje aanraken, zeg maar. Nou, de deur, die kan eventueel nog een andere kleur krijgen. Moet ik even zien, maar dat hoeft niet, want de deur die komt straks achter de kerk, zie ik. Dus de deur wordt ook gewoon één kleur. En anders red ik het denk ik ook allemaal niet in een uurtje. Ik moet zeggen, ze zijn echt heel leuk als je ze aankleedt. Straks ga ik de buitenkant nog aankleden met allerlei leuke hutsels en frutsels. Althans, dat was mijn bedoeling. En ik wil nog proberen of ik er met het houtbranden iets in kan doen. Dus vandaar dat ik straks het deksel, ik noem het maar even het deksel, het is de voorkant. Daar wil ik nog iets met het houtbranden gaan doen. Tenminste, dat was mijn planning, maar we gaan zien hoe ver als we komen. Nou, deze bodem, die hoeft eigenlijk niet, want daar komt nog weer wat op. Ik ga een klein beetje drogen, want deze verf is iets vochtiger. Ja, je kan de kantjes achterplakken dat je gordijntjes hebt. Alles kan. Je kan ze echt heel leuk bekleden. Mogelijkheden te over. Nou, deze gaan we ook weer voorzien van lijm. Iets hoger dus, want hij moet in het framepje, maar hij moet ook iets uitsteken. Zo. En dan lijm op het framepje wat ik eromheen heb gebouwd. En een beetje aan de zijkant. En dan plaatsen we deze. Even kijken, waar zullen we die doen? Die komt gewoon op het volgende stukje. En zo. Een beetje voor het andere huisje. Nou, en wat ik dan heb gemerkt is dat je dus soms die stukjes een beetje op elkaar moet doen. Want anders heb ik geen plek meer, want ik wil de kerk nog en ik wil de brug nog. Anders past het allemaal niet. Dus ik weet niet of het zo goed te zien is. Deze, dat dwarsbalkje, die zit dus op het
dwarsbalkje van het achterste huisje. Even een beetje aanduwen. Eigenlijk moesten we de huisjes een beetje scheef zetten. Hè? Want in Amsterdam heb je ook wel eens van die naar elkaar toegezakte huisjes. Even kijken. Ik heb nog een mooi klokgevelhuisje. Die ga ik een beetje wittig doen. Taffy. Taffy is bijna een witte kleur. Kijk, nou, ik pik hier maar zo wat oude kwasten uit. En je kan natuurlijk ook met rood en met groen gaan werken. Echt kerst. En je zou er eventueel ook nog rode en groene gordijntjes voor kunnen maken. Alles is mogelijk. Maar goed, als ik dat allemaal wil gaan doen, dan ben ik hier met een uurtje echt niet klaar. Vind ik niet zo erg hoor, ik doe gewoon iets verder. Dan gewoon nog even door. Maar daar zitten jullie natuurlijk niet op te wachten. Maar zoals ik al zei, bij Dini die heeft ze mooi in houtkleuren gelaten. Dat is ook heel mooi. Maar het is maar net waar je ze bij wil gebruiken. Wat jou, wat bij je huisje past. Of wat bij je kerstspulletjes past. Het is allemaal, alles is mogelijk. Maar ik had zin om hem eens te voorzien van een beetje kleur. Niet te veel, want ik hou ook wel van een beetje rustig. Nou, deze die gaan we ook weer in het frame zetten. Dus onderaan lijm. Aan de achterkant onderaan lijm. Het frame erdoor. En dan de bodem van het frame weer voorzien. En dan plaats ik deze achter het andere huisje. Dus dat voorste huisje, dat staat op de achterste twee framepjes. Ik weet niet goed hoe ik het moet laten zien. Oh, zo misschien beter. Maar aan de onderkant zijn ze er dus wel doorheen. Beetje lastig uitleggen. Maar als je er één keer mee bezig bent, dan wijst het zich vanzelf. Nou. Die kan even drogen. Dan hebben we nog een kerkje. Ja, een kerkje vind ik wel mooi als die wit is. Met een wat, misschien wel met een beetje koperkleurig dak. Is misschien ook wel heel leuk. Nou, ik neem gewoon elke keer even een schone kwast. Anders moet ik steeds spoelen en doen. Dus ik heb gewoon alle kwasten in een bak hier naast me. Nou, het kerkje doen we wit. Althans, bij ons is de kerk wit. En dat doe ik gewoon met witte gesso. Kan ik natuurlijk ook doen met witte kadens, maar die had ik niet klaargezet omdat ik die witte gesso al had. Dus dat kan ook heel goed met gesso. Nou, daar ook een beetje. En dit is echt wel wat anders een keer als mixed media of een kaart of iets waar we meestal een live uitzending mee hebben. Dus nu doen we eens een keer iets anders. Maar ook weer heel erg leuk, vind ik zelf. Even kijken, deze die wordt nog wit. En dan het torentje. Ik denk dat ik daar een kleurtje op ga doen. Even spieken. Ik denk het wel. Ik denk dat ik daar eens even
een beetje kleur op ga doen. En dan wel de... Ja. Dat is een goeie, want dat bedenk ik nu natuurlijk net even. Dat het wel heel mooi is. Als ik daar iets van een glans op doe. Even kijken. Deze is misschien ook wel heel mooi. Dat is de hybride metallic. En dat is een beetje een paarlemoerachtige. Dat doen we gewoon. Gewoon doen. Kijk eens. Nou, dat vind ik wel heel mooi. Maar als je er niet van houdt, dat kan natuurlijk. Even goede vrienden. Ik vind het wel leuk. Ik hou wel van een beetje bling. Nou, kijk, dit is de hybride metallic. En die heeft echt een enorme glans. Dus ik hoop dat het te zien is in het beeld, dat het zo glimt. Nou, zo heb je toch een heel leuk kerktorentje. Kan natuurlijk de deur ook nog van dat. Ik doe de deur ook gewoon een beetje. Het stoepje niet, want het stoepje kan natuurlijk niet zo mooi glimmen. Maar een beetje op de deur is ook wel leuk. En dan de raamkozijnen krijgen ook een beetje. En omdat de gesso onder zit, kan je er natuurlijk van alles weer bovenop doen. Hè? Gesso is een soort primer. Die zorgt ervoor dat de andere spulletjes weer hechten. Dus dat gaat mooi. Nou, hartstikke idee. Mooie glanzende kerktoren. Doe even mijn potje weer dicht met een plasticje ertussen. Ja, als je toch bezig bent, daarom kan ik net zo goed de andere onderdelen ook even doen. Nou, de kerk, die gaan we ook in het frame bouwen. Dus ook weer lijm aan de voorkant en aan de achterkant. Dan schuiven we een frame erom. En daar komt weer een lijm onder. Even iets erbij, zo. Nou, zoals ik zei, ik doe het nu met Dutch to Bedoel lijm, maar dat kan natuurlijk ook met andere lijmsoorten. Even kijken, nou dat kerkje. Ja, dat wil ik eigenlijk hier hebben. Dus met andere woorden, dan moet die daaronder. Onder het middelste huisje. Nou, hartstikke idee. Kerkje gaan we iets die kant op schuiven. Dat die voor die twee huisjes komt. Ik doe hier nog een klein beetje lijm onder. Dat het elkaar goed hecht. Een beetje aan de achterkant. En dan als het droog is, dan staat het als een kerkje. Zo, nou, ik zal hem even voorzichtig optillen. Dit staat er al. En ik heb hem best heel rustig van kleur gehouden. Maar dat kan je natuurlijk ook heel fel gaan doen. Dan heb ik de brug. En die brug, die wil ik dus helemaal voorin. Even kijken, dan gaan we dat zo doen. Even passen en meten, want dan moet die daaronder. Gaat dat passen? Ja, zo. Ik ga hem gewoon met één. Even kijken, ik had natuurlijk die brug eerst moeten doen, denk ik. Want... Ja, zo gaan we het doen. Ik ga hem schilderen in... ja, een beetje bruinig, denk ik. Zou dat mooi zijn? Een beetje bruine brug? Of groen? Nee. Ik ga hem een beetje bruin doen. Want dan kan ik de bomen nog weer iets
groen nog te doen. Anders heb ik weer zoveel groen. Hè? Oh, die zit zelfs nog dicht. Zo. Nee, toch? Ja, zit nog dicht. Maar dat maakt niet uit. Die kan wel open. Ik gebruik gewoon wat verf uit het dekseltje. Ik had hem ook grijs kunnen doen. Oh, dat is dom. Dat was ook wel heel gaaf geweest met beton. Nou, maar dat kan nog. Ik denk dat dat wel heel gaaf is om daar een betondoek overheen te doen. En dan op het onderste deel. Dan is het net een betonnen brug. Of zou dat niet wat zijn? Ik denk het wel. Ik ga dit gewoon heel dunnetjes erop doen. Beetje aan de bovenkant. Dan doen we de reling, wordt dan wel bruin. Beetje chocoladebruin. Ja, nou ik het in bruin heb gezet, dan denk ik had ik het maar grijs gedaan. Maar goed, dat kan nog. We zijn er nog mee bezig. Ik pak even een doekie. Huppakee. Dan maak ik deze even goed droog. Of goed, maar die maak ik even droog. Ja, ik denk ook grijs. Dat beter is als die bruine. Alhoewel, het bruin valt me niet tegen. Maar ik heb die betoneffect hier nog staan. Nou, kijk eens. Het is al droog. Dat gaat snel. En dan doe ik dat betoneffect op die onderste delen van dat bruggetje. Even kijken of dat met een kwastje wil of dat het met een penseeltje moet. Maar ik hoop, ja. Even, of met een paletmesje dacht ik eerst. Maar het wil ook met een penseeltje. Kijk eens, dit vind ik veel leuker. Net een betonnen trap nu straks. Oh, heel veel. Niet te dik, want ik moet natuurlijk die framepjes er nog onder hebben. De binnenkant een beetje. Net echt, hè? Als het droog is, vind ik het helemaal gaaf. Nou, ik tik het een beetje ruwig erop, dat het ook een beetje ja, ruw betonachtig blijft. Hoop ik dan. Zo. Nou, die stond ook in een framepje. Alleen doe ik die maar aan één kant in een framepje, omdat ik al te veel andere framepjes vast heb gezet. Maar dat maakt niet uit, want ik wil zo nog van alles op de bodem doen. Dus als die er maar in staat. Nou, helemaal leuk. Ik zal hem even bijdraaien. Dan hebben we al dit. Dus we hebben al een bruggetje. Ik heb dus dat bruggetje aan één kant maar in zo'n dingetje gedaan. Omdat ik al te veel ruimte verdaan. Ik had hem dus onder die kerk moeten doen. Ik had even de volgorde wat anders moeten doen. Maar goed, aldoende leer ik ook. Dan heb ik nog de poppetjes. Nou, die doe ik dus niet in een framepje. Want dat past allemaal niet. En ik heb nog een mevrouw of meneer met een sjaal om. Die lekker in de wind staat. Even kijken. Die kunnen we hier nog wel neerzetten. Ja, denk het wel. Even kijken hoor. Die mevrouw, ik vind ze zo groot bij die kerk. Ik plak ze tegen de brug aan. Ja, dat gaan we doen.
Ze gaan gewoon tegen de brug. En ondertussen slinger ik even mijn heat tool aan. Ja, gaan we die poppetjes nu ook kleur geven? Ja, denk het wel. En dan zul je niet denken wat ik denk misschien, maar ik zat te denken om ze zwart te maken. Dacht ik dat dat wel leuk zou zijn, misschien. En zo niet, dan draai ik ze om. Maar dan worden het gewoon silhouetjes. Dus dan kan je niet echt meer zien dat het een meneer en mevrouw zijn. Ja, kan je nog wel zien, maar niet meer dat hij een broek of zo aan heeft met een gulp en zo erin. Maar gewoon silhouetjes. Nou, zo kan je natuurlijk met dit playwood heel leuk spelen. Hè? Je kan er zoveel aan veranderen. Je hoeft het niet allemaal zo te maken zoals het voorbeeld is. Maar je kan het helemaal lekker naar je eigen idee invullen. Nou, ik kan zelfs de knopen op zijn jas nog wel zien. Ik weet niet of jullie dat ook kunnen zien. Nou, die is zwart. Even kijken of de lijmpistool al een beetje warm is. Dan plak ik die gewoon met het lijmpistool op. Dan heb ik deze meneer of mevrouw nog. Denk haast de meneer. Die maak ik ook gewoon zwart. Ook dat wordt een silhouet poppetje. En als je nou heel veel geduld hebt, dan kan je die poppetjes natuurlijk ook helemaal mooi naar eigen idee kleuren, gezichtjes geven, noem maar op. Maar dan moet ik eerlijk bekennen, dan ben ik toch wel weer van de verf ze maar zwart. Nou, ook die is klaar. Ik heb inmiddels al een hele bak vol penselen van alle kleuren en toestanden. Nou, ga eens dicht. Ja. Even kijken of die al heet is. Ja. Doen we gewoon wat lijm aan de achterkant en dan zetten we ze voor de brug. Niet mijn vingers eraan. Zo. Kijk eens. Nou, kijk eens hoe leuk. En deze meneer, die moet natuurlijk ook nog ergens staan. Die kan wel voor de brug, maar ik vind hem ook voor dat huisje wel leuk. Dus ik plak hem gewoon tegen het huisje aan. Hoppakee. Hou er wel rekening mee dat hij dus straks in dat frame moet. Hè? Dus de sjaal van die meneer, die moet natuurlijk niet te ver uitsteken. Want dan past hij niet meer in het frame. Nou heb ik nog een boompje. Nou, boompje ga ik groen maken. En dan ga ik daar straks nog lekker sneeuw op doen. Nou, ga eens even dicht, zo. Oh, het is ook, oh, er is een meisje zit erbij, zie ik. Die is de boom aan het halen. Dus ik moet ook nog heel netjes nu schilderen. Maar dat gaat lukken. Kijk, dat meisje dat heeft de boom gehaald. Die wil de kerstboom optuigen. Dus dat meisje, dat moeten we eigenlijk dan nog zwart gaan maken. Nou, dat wordt nog wel even een dingetje. Maar wel weer een leuk dingetje. Even de nerfjes aan de zijkant een beetje groen. Bovenste topje ook groen. En nou dat meisje nog, hè? Die doen we dan maar een beetje weer in zwart. Dan zit ik te denken, zal ik dat verven of zal ik dat gewoon met een uniballpen of zo doen? Even kijken of dat ook kan. Als deze stift het doet, die doet het niet eens. Nou, die kan in de prullenbak. Even kijken, wat heb ik meer in de handel? Iets in zwart.
deze proberen. Ja, kijk. Dat kan ook. Dus dat meisje die de kerstboom heeft gekocht nu, die maak ik ook gewoon zwart. Net als de andere silhouet poppetjes. Gewoon met een zwarte stift. Kan met allerlei zwarte stiften. En dan moet die nog een plekje. En ik denk dat ik die ook voor het bruggetje ga doen. Zo. Nou, dit ziet er al zo uit. Ik heb bijna alle onderdeeltjes erin. En dan heb ik het huisje, of het framepje. Even kijken, als ik hem zo neerzet of het dan te zien is. Dan ga ik even kijken hoe dat uitpakt. En zo. En dan komt daar straks deze bovenop. Nou, dan heb je toch een heel leuk kijkkastje. Dat komt helemaal goed. Nou wil ik graag op de bodem wat winterse sneeuw. Nou, en dat ga ik gewoon doen met die fluffy stuff. Ja, fluffy stuff. Die zet ik gewoon overal een beetje op. Voor de huisjes. Een beetje hier en een beetje daar. Langs de brug. Langs de mevrouw, meneer. Voor de kerkdeur. Overal gooi ik gewoon een beetje fluffy stuff op. Daar, klein beetje op de hoekjes van de huisjes. Dan is het een beetje blijven liggen, zeg maar. En dan wordt het straks toch nog een beetje een winters tafereeltje, hoop ik. Even zien, daar nog wat. Nou, dan gaan we de heat tool erop zetten. En dan zul je zien dat het heel leuk gaat. Ja, het gaat opschuimen, zeg maar. Ik zal proberen een beetje dicht in beeld te houden. Even kijken of dat lukt. En dan gaat het een soort van, ja, het wordt een soort van schuim. Even kijken of het. En dan wordt het ja, allemaal bobbeltjes krijgt het dan. Dan bolt het zeg maar helemaal op. Net of je sneeuw krijgt. Nou, ik hoop dat het zo te zien was. Dan ga ik even de bodem nog doen. En je kan rustig de heat tool erop laten staan totdat het zeg maar begint te bollen. En dan ga je de heat tool langzaam verschuiven. Daar nog wat. Het is echt zo'n leuk spul, hè? Het is net of het echt ja, sneeuwbolletjes worden, zeg maar. Het spul, dat noem je fluffy stuff. Het staat wel bij het rijtje van wat ik allemaal ga gebruiken bij Facebook Live.
En anders kun je het wel vinden onder fluffy stuff. Ik heb het ook niet bedacht, maar het is ook heel erg leuk als bontrandjes of zo. Als je een keer een plaatje inkleurt van een poppetje met een bontrandje. Nou, ik hoop dat het zo een beetje te zien is, hoe het eruit ziet. Dus het heeft nou een beetje sneeuw gekregen. Eigenlijk vind ik dat hier op die reling ook nog heel iets moet. Daar is nog net iets blijven liggen, vind ik. Dat is denk ik wel leuk. Ietsjes meer. Klein beetje nog. Zo. Nou, dat is dat. Die kan nu in dat Playwood framepje. Even kijken, ik kan hem zo aanpakken. Ik doe dan gewoon wat lijm eronder. Gewoon van die Dutch to Brew lijm. Dat hij toch een beetje vastplakt. En dan schuiven we die erin. Zo, ik zet hem even zo neer. Dan kan ik het beter zien. Zo. Nou, ik heb inmiddels allerlei kleuren aan mijn vingers. Zo plak je hem dan in dat doosje, zeg maar, in dat kijkdoosje. Nou, inmiddels kan het elastiekje er wel af. En nou wil ik eigenlijk de voorkant nog versieren met de brander. Met de, hoe heet dat? Met de houtbrander. En nu moet ik even hetzelfde zeggen als Pippi Langkous. Ik heb dit nog nooit gedaan, geprobeerd of dat wil. Dus ik slinger even de houtbrander aan. En dan wil ik eigenlijk die voorkant wil ik een beetje extra versieren met de houtbrander. En ik hoop dat dat lukt. En anders, er zitten altijd twee kanten aan. Ja, het kerstboompje zat ik aan te denken, maar dat meisje dat heeft hem net gekocht. En ik weet niet of er dan wel sneeuw aan het boompje zit. Meestal als je een kerstboom koopt, zit er geen sneeuw aan. Dus dat ben ik nog even aan het twijfelen. Nou, je kan nog leuke glittertjes erbij doen. Ik heb hier nog, even kijken, hoe heet dit? Stamperia Arctic Snow. Ik hou ervan een beetje glitter. En dat ga ik gewoon aan de bovenkant op het blauwe nog een beetje doen. Ik weet nu waar de huisjes en zo komen te staan. Dus ik pak gewoon wat van die glitter. En dat zet ik hier. Net of het naar beneden valt, zeg maar. Breng ik wat van die glitter aan. En ik heb die sterretjes nog in het frame zitten. Hè? Die heb ik er nog niet uitgeplukt. Die plak ik daar dan straks nog weer bovenop. En dan wordt het toch wel lekker kerst. Dus lekker wat glitter. Is ook weer zo'n leuk spul dit. En je kan hier zo lekker veel in kwijt. Hè? In zo'n kijkkastje. Je kan er van alles op doen. En aan de voorkant zo nog weer leuk, leuk versieren. Maar een beetje. Ja, als ik een keer met die glitter begin, dan krijgt alles glitter. Je kan dus ook dat fluffy stuff, kan je nog weer voorzien van glitter, hè? Dat kan allemaal. Nou, ik stop er maar mee, want anders is het straks één bling bling. Ja, er is echt heel leuk spul in de wereld. Veel te veel leuk spul. Nou, even kijken of die... hij voelt al wel aardig warm. Even een proefstukje doen. Kijk, want die sterretjes heb ik dus nog. Die hier komen er ook nog op. En het lijkt erop dat dit wel wil. Oh, en dit ruikt zo lekker, hè? Heerlijk. Dus hij is naar mijn idee al lekker warm.
En wat ik dan wilde doen, ik wilde hier graag iets van kerst of zo opzetten. Nou, neem ik gewoon even een simpel potloodje. Een simpel potloodje, kan ik dat vinden? Ja. Ik kan natuurlijk overal doorheen tekenen. Maar ik vind het ook wel leuk om dit lekker uit de hand te doen. Nou, kerst heeft 5 letters. Dus de R is de middelste. Die komt in het midden. Dan de S. En de T. De E. Nou, ik vind het helemaal leuk. Ga ik met die houtbranden. Ga ik daar heel voorzichtig overheen. Ik heb dus gewoon even heel simpel kerst geschreven. Oh, ik word weer stil, hè? En nou, zoals ik al zei, ik ben dit gewoon aan het proberen. Ik heb dit nog nooit zo met dit hout gedaan. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind het ook niet wat. Dus ik stop ermee. Daar moet je toch echt wel ander hout voor hebben. Dus dat gaan we niet doen. Nou, en zoals ik al zei, er zitten 2 kanten aan. Dus we zien er niks van. Ik ga deze hier op doen. Ik leg hem even plat. En dan gaan we gewoon weer lijm aan de zijkantjes van die uitsteeksels doen. Want daar komt hij dus in die openingetjes. Dus aan de zijkant van die uitsteeksels doe ik wat lijm. Wat ook kan is, je kan ook lijm aan dit ding doen aan de binnenkant. Het is maar net wat je zelf handig vindt. Alles kan. Als het maar vastplakt. Nou, zoals ik zei, het is echt heel wat anders dan wat jullie normaal van mij gewend zijn. Maar nu kunnen jullie lekker met mij meekijken hoe ik zoiets in elkaar klieder. Nou, en het is even een beetje een duw- en trekwerk, wil ik bijna zeggen, maar het past heel mooi. Die nog even daar naartoe. Die een beetje naar beneden. Nou, en dan klikken ze mooi allemaal door die openingen. Nou, dat is dat. Ik ben mijn dopje kwijt. Oh ja. Dus het graveren, dat ga ik niet doen. Ik zit nou te denken om de buitenkant van hout te laten. Of ik ga het heel donker maken. Maar dat weet ik zelf nog niet zo goed. Wat zal ik doen? Ik vind hem eigenlijk zo wel heel erg leuk in houtstijl. En dan kan je hier aan de voorkant, daar kan je natuurlijk heel leuk kerstspulletjes plakken. Denk aan mos, denk aan, hoe noem je die dingetjes? Kerstballetjes, hele kleine kerstballetjes. Je kan er dus lampjes nog doorheen doen. Er zijn speciale setjes voor met lampjes. Dus alles met alles. Nou, ik sta stil, zie ik. Ik weet niet of jullie mij nog zien en horen. Maar ik heb het beeld stilstaan. Oh, daar gaat hij weer. Nou, geen idee wat dat was. Maar je kan dus de buitenkant, kan je dus heel leuk nog versieren met kerstige spulletjes. Ik heb hier weer een beetje sisal. Ja, oh, natuurlijk de hetel uitgedaan. Dat is niet de bedoeling. Zo, die ben ik wel even nodig.
ik zit toch te denken om hem te schilderen of niet. Oh. Oh, ik ben er nog gewoon. Ja, oh, ik zie het nou ook weer. Ik was even weg. Hier stond het even stil. Dus ik ben aan het twijfelen of ik hem zal verven. De heater moet nog even opwarmen. Dus ik denk dat ik hem toch even aan de voorkant een kleurtje ga geven. Ik denk dat dat wel net zo mooi is. Denken jullie ook niet dat hij dan een beetje minder houterig is? Laat ik het zo maar zeggen. Dus ik ga hem heel snel even een beetje kleur geven. Aan de voorkant. En dan kan ik hem nog even lekker beplakken. Nou, natuurlijk niet zo super netjes. Als er maar even kleur op zit. Het gaat om het idee. Ja, dan ben je die streepjes ook kwijt, hè, van die waar die dus in elkaar klikt. Ik denk haast dat er wel twee laagjes op moeten, maar voor nu doe ik het even met één laagje. En ik probeer om hier straks ook nog sneeuw op die randjes te doen. Maar goed, dat komt allemaal wel. Dat kunnen jullie ook wel van mij aannemen dat dat nog goed komt. En dan laat ik hem helemaal zien. Voor nu gaat het mij even over dat ik wat op de bovenkant heb. Zo. Als ik hem zo neerzet, is het dan nog te zien? Ik denk het wel, hè? Nou, dan pak ik een beetje sisal. Ik ben altijd gek van sisal. En dat plak ik dan hierop. Zo. Dan heb ik in de jaren alweer van alles gespaard. En dan kom je wel eens bij een tuincentra of weet ik veel waar. Een beetje kerstige dingetjes. Ja, tuincentra's. Dat is altijd leuk voor zoiets. Even kijken. Die. En dan pak ik nog even mijn bloemenbak. Ja, ik vind dat toch wel leuk met rood. Want dan blijft het toch een beetje kerst. Even zien, hebben we nog wat in het rood? Zeker wel. Nou, inmiddels heb ik hier alweer ruimtegebrek, wil ik bijna zeggen. Ik pak gewoon een rode roos. En dan krullen we even het steeltje om. Die plak ik daar lekker middenop. Dan wat dennenappeltjes. Gewoon van de... niet daar. Bordje aan dippetjes. Even zien, dat dennenappeltje dat moest dus... hier komen en niet in het huisje. Ja, de bekende bakken. Yes. Nou. Zo. Even een lijn dingetje erbij en dan kan je er natuurlijk nog veel meer op en aan doen. En dat ga ik ook vast nog wel doen. En dan zal ik hem laten zien. Voor nu ga ik er even mee stoppen. Althans met de live uitzending. Anders wordt het wel heel langdradig allemaal. Ik ga hem nog wel even afmaken. Buiten de uitzending om. En hoe die dan geworden is, dat laat ik dan zo snel mogelijk zien. Nou, dit is dus een beetje het idee hoe je met dat plywood kan werken. Je kan het natuurlijk heel mooi in houtkleur laten, maar je kan het dus ook in allerlei kleurtjes maken. En dan denk er ook aan dat er nog leuke lampjes bij in kunnen.
Dus dan heb je ook nog een sfeerkijkdoosje. Nou, voor zover laat ik het er even bij. Ik zal er zeker nog even naar verder prutsen. Maar ik ben inmiddels al een hele tijd bezig. Vond het gezellig dat jullie er weer bij waren. Ik ga een beetje puin ruimen. Ik wens jullie een fijne avond verder en graag tot de volgende keer. Dag allemaal!